Hallo, wij zijn Rosalie. En Lies. Hoi, ik ben Chris Wijnands. Hoi, ik ben Bo. Ik ben Julia Hogeboer. Hoi, ik ben Wouter. Hallo, ik ben Joey. Ik ben Nick Verslerk. Ik ben Cas en dit is mijn zusje. Hoi, ik ben Brit. Hoi, ik ben Jasmijn. S'ochtends beginnen we om 7 uur. Dan help ik de orders klaarmaken. Dan kies ik de beste route uit. Zo laad ik de auto in. En dan ga ik op weg. Dan ga ik de rollen afleveren. Hier pakken we onze spullen en we gaan aan een kubkist zitten. Nadat wij de bollen hebben gepeld, worden ze gesorteerd en geëxporteerd over de hele wereld. Wij vinden het heel tof dat zelfs deze bollen worden verkocht in Nieuw-Zeeland en in Australië. George die is nu bezig met het snijden van de gladiola. Daarna legt hij het op het pad neer, zodat de ophalers de bosjes kunnen gaan ophalen. De snijders leggen de bloemen op een bepaalde manier neer, waardoor je ze met je voet kan optillen. Dit is beter voor je rug en de bloemen worden minder beschadigd. Wat ga je doen? Ik ga nu een bestelling wegbrengen naar de klant. Ik ben in een paar uurtjes. Dit zijn onze schuurkatten. Dit is Saar en dit is Soap. En zij zorgen ervoor dat er geen muizen komen die de bollen opeten, waardoor ze niet meer goed kunnen groeien. Vandaag ben ik met de maaiploeg mee. We hebben een zitmaaier bij ons waar wij het gras mee maaien. Ik ben zelf met de bosmaaier bezig om alles waar mijn collega niet bij kan zelf weg te maaien. Ik vind het mooi om al deze bollen zo meteen in de grond te zien uitbloeien tot mooie bloemen. De tijd voor hard werken is de tijd voor gezelligheid. Het is hier altijd gezellig. Ik raad dit werk aan iedereen aan. Ik ga weer aan het werk. Fijne middag. Vergeet niet om deze video te delen met al je vrienden. En vergeet ook niet om te abonneren voor de volgende op Instagram. Bedankt voor het kijken. Doei!